Je zal wel denken, wat is John Dekker aan het doen? Nou, ik kan je vertellen, ik heb een mail gekregen van mijn vriendin Binta Anan. En bij die mail zitten foto's. Foto's van mijn toekomstige vrouw, mijn toekomstige internetbruid. De toekomstige moeder van mijn kinderen. En ik, ja, dan moet ik in vorm zijn. Ja, ik moet echt in vorm zijn. Want Binta Anan is een jonge vrouw. Als je begrijpt wat ik bedoel met in vorm zijn. Vandaar deze oefeningen. En ik denk dat jullie haar ook graag willen zien. Nou, dan zijn hier de foto's. Nee, dat was een grapje. Dat was geen Binta, maar dat was Brinta. Dan komen hier de foto's. Niet lang, hè? Wauw, beste mensen, dat is dus allemaal voor mij, Binta. Binta Anan. Maar dan komt nu nog het toetje, want behalve deze mooie vrouw, deze mooie jonge vrouw, heeft ze ook nog 3,4 miljoen dollar op een Engelse bank staan. Daar mag ik ook gebruik van maken. Daarvoor moet ik wel gaan bellen. Met de bank in Engeland. En dat ga ik nu doen. Nu wordt het spannend hoor. 5, 8. Daar gaat hij. Dit nummer is niet in gebruik. 4. Nou, spannend. Kijken wat er gaat gebeuren. Welcome to Orange Art Phone. I'm sorry, but the person you've called. Ik vind het wel spannend hoor. Welcome to the O2 messaging service. The person you are calling is unable to take your call. Please leave your message after the tone. To re-record your message, key hash at any time. Hello, I am looking for Dr. Bonnie K. Matthews, director from Foreigner Office. Hello, I am looking for Dr. Bonnie K. Matthews from the Rabobank in London. Thank you. Nou, beste vrienden, dit moet het voor nu zijn. Geen contact met de bank in Londen. Wel prachtige foto's van mijn lieve Binta Anan. Nu nog 3,4 miljoen binnen zien te halen. Wordt vervolgd. Amen.